Goedemiddag op deze woensdag. Het is 15 december. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Nou, laten we gelijk maar even beginnen met de persconferentie gisteren. Die was natuurlijk niet heel spectaculair, want eigenlijk is er niet veel veranderd. De avondlockdown is gewoon verlengd. Ze hebben ook geen versoepelingen voor de kerst afgegeven. Want in eerste instantie hadden ze zoiets van misschien dat we wat meer mensen toelaten. Hebben ze toch niet gedaan. Dus nee, heel veel veranderingen waren er niet. Ik denk dat de grootste verandering is dat de kinderen nu een week eerder kerstvakantie krijgen. Dat ze verdere maatregelen niet uitsluiten in verband met de Omicron variant. Dus ja, het was niet heel spectaculair. Ik heb gisteravond, zou ik naar Vier Handen op één Buik gaan kijken, heb ik niet gedaan, want dat was een herhaling, dus dat heb ik overgeslagen. Toen heb ik Zeeman Confronteert Stalkers gekeken, dat vond ik wel een hele mooie uitzending. En verder eigenlijk ook niet echt meer wat, want ja, er was gewoon niks meer. Ik heb mijn foto's bewerkt, maar die zijn nog niet af, want ik ben eerst de vlog gaan afmaken. Dat was wat meer werk dan ik dacht, dus mijn computer was een beetje traag, dus het lukte allemaal niet zo goed. Dus dat doe ik vanavond wel eventjes. De foto's verder afmaken. Ik heb verder wel weer naar Bodyguard gekeken. Dat was heel spannend. Vanavond alweer de laatste aflevering daarvan. En ik heb Witsen gekeken en dat was het verder ook wel. Dus echt een hele spectaculaire avond was het ook verder niet. Ik had alleen een hele zere rug. Ik weet niet waar het van kwam, maar het is nu wel weer weg. Ja, ik heb een hele zere vinger en ik heb hem nu even afgeplakt, want ik heb dus hele droge plekken op mijn vingers. En dat is ook mijn eigen schuld. Ik was gewoon te vaak mijn handen, maar dat deed ik ook al voor corona. En dan heb ik gisteren toevallig, toen ik bij de Specsavers naar binnen ging, eventjes mijn handen gedesinfecteerd. En dat was zo'n naar spulletje, want winkels hebben hele verschillende desinfectieproducten. De ene die heeft echt een hele dikke desinfectiemiddel, die vind ik echt heel fijn. Die kun je lekker uitsmeren, die ruikt ook heel erg lekker. En die heb ik eens een keer ergens gebruikt en ik weet dus niet meer welke winkel dat was. Maar de meeste winkels hebben van dat verdunde spul, dus het voelt net alsof je pure alcohol op je vingers aan het smeren bent. Nou, dat beet als een malle. Dus dat was niet fijn. Ik merk ook dat ik het ook steeds vaker eigenlijk niet meer doe, die desinfectiemiddel. Weet je, ik kies sneller sowieso vanaf het boodschappen doen. Als ik thuis kom, ik was altijd mijn handen. Dus ja, wat dat betreft merk ik gewoon dat dat bij mij al wel een beetje uit is. Maar ook gewoon omdat het zo'n aanslag is op mijn handen. Ik weet niet of meer mensen er last van hebben. Ja, ik denk als je in de zorg werkt sowieso dat je gewoon heel erg zere handen ervan krijgt. Maar nee, ik vond het niet zo heel erg fijn. Dus ik heb er even vettige zalf op gedaan. Toen heb ik mijn vinger afgeplakt. Ik ga eventjes de was aanzetten. Ik ga eventjes hier aan de schoonmaak. Dan ga ik jullie gewoon bijzetten. Dan is dat ook weer lekker klaar. En ja, dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu verder de planning. Ik heb verder ook gewoon eigenlijk niet veel te melden. Want ja, er is gewoon heel weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Dus ja, ik ga dat eventjes doen. Ik ga een muziekje aanzetten, water maken, de was erin doen en dan ga ik eventjes wat doen. Voor vakje nummer 15. En 15 is hier. Is vrij groot. Oh, een kwastje. Een oogschaduwkwastje. Hoe schattig. Wat leuk dat dat er ook in zit. Heel leuk. Heel schattig. Hij voelt ook best wel zacht aan. Ja, heel leuk kwastje erbij. Nou, echt een superleuke kalender. Ik heb hier alles lekker gedaan.
Was wel weer fijn dat alles weer lekker schoon is. Ik heb even lekker met de doedels bezig geweest, dus dat ging ook wel vrij lekker op zich. Het was ook wel eventjes leuk. De was zit al in de droger, die was al klaar, dus dat is ook mooi. Ik heb nu ook gevonden hoe ik hem toch wat langer kan draaien, want als ik hem soms op een bepaalde stand zet, dan is hij gewoon eigenlijk nog niet goed droog. Dus ik hoop dat dat nu wel werkt, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik had gisteren wel heel veel moeite met mijn haarklit vrij krijgen. Want het had wel er een beetje ingehakt met die krullen. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Ja, nu heb ik er niks aan gedaan. Maar dit is dus mijn standaard haar als ik er niks aan doe. Maar ik had gisteren ook schuim gebruikt en haarspray. Normaal gebruik ik eigenlijk niet echt haarproducten als ik het gewoon in de staart doe of gewoon los. Ja, vanavond heb je het perfecte plaatje, deel 1 van de finale, dus ben ik wel benieuwd naar. Daarna heb je eigenlijk niks, dus kan ik mooi de foto's eventjes afmaken. Je hebt vanavond helaas geen Hudson en Rex, want je hebt de KNVB-beker. Dus ik ga wel de bodycard kijken, de laatste aflevering ben ik wel heel erg benieuwd naar. En dan ga ik daarna gewoon nog een witse kijken. Ik moet nog een nieuw boek uitzoeken. Want ik was al in een boek begonnen, maar dat vond ik toch nog niet zo. Dus ik ga toch even op zoek naar wat anders. En ik moet vanavond verder nog eventjes dan mijn artikel schrijven. En ook even de vlog inplannen. En daarvoor nog een thumbnail maken. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Maar op zich was het wel een lekker middagje. Het is alleen gewoon super vroeg donker. Maar dat geeft niet. Dan kun je gewoon op tijd de lampjes aan doen. En ik was gelukkig nog voldoende licht toen ik aan het poetsen was. Maar alles is nu alweer lekker schoon. Het wordt hier nu al wel weer wat frisser. Dus straks ook lekkere verwarming aan. Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ja, dan ga ik nu even lekker relaxen. Weer een beetje een lichte last van mijn rug. Maar dat komt wel goed. Dat gaat er straks wel uit. Dus ja, ik ga zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 16 december en ik ben klaargemaakt. Het is vandaag 20 jaar geleden dat mijn oma is overleden. En het gekke is dat ik het allemaal nog heel goed herinner. Ik had toen net mijn zwemdiploma gehaald. Ja, ik was heel laat met het halen van mijn zwemdiploma, want het lukte mij niet op school. En toen moest ik op zwemles en dat vond ik helemaal niet leuk. Dus die had ik toen gehaald. En toen ging het niet zo goed bij mijn oma. Toen moesten mijn ouders naar het ziekenhuis toe. Ik moet even mijn batterij verwisselen. Dus wij zaten toen de hele dag bij mijn opa en oma. En toen kwamen mijn ouders op een gegeven moment terug. Toen zijn we nog heel eventjes naar het centrum geweest. Want je had bij waar ik vandaan kom, had je zeg maar s'avonds voor de kerst. Had je ja, in het centrum hadden ze het heel gezellig gemaakt. Met van die nep sneeuw en alles. Het was wel heel leuk. Toen hebben Nathalie nog een hondje gekregen voor op onze step. En toen waren we eigenlijk net thuis. Toen ging de telefoon alweer dat mijn ouders weer naar het ziekenhuis moesten komen. En het was toen echt al na 9 uur. Dus toen gingen Nathan en ik weer naar mijn opa en oma. En we hebben die nacht ook echt heel weinig geslapen. Want mijn opa en oma hadden ook geen slaapruimte. En toen lagen we gewoon op kleedjes op de grond. Het was ook wel knus of zo. Die nacht duurde wel heel lang, omdat je dus heel weinig sliep. Je had toen ook nog geen telefoons waarmee je contact kon houden natuurlijk. En de televisie, dat stopte op een gegeven moment. Toen heb ik midden in de nacht met mijn oma heb ik van die euromuntjes zitten bekijken. Want je had toen net allemaal zo'n startpakketje gekregen voor de euro. Met een paar muntjes erin, want die zouden aankomen. En daar zag mijn andere oma dus ook heel erg tegenop. En dat heeft ze dus ook niet meer hoeven meemaken. Toen kwamen mijn ouders echt heel vroeg in de ochtend weer terug uit het ziekenhuis. En toen, ja, toen zei ze dus van ja, dat mijn oma overleden was. Toen zei ik, weet ze nog wel dat ik mijn zwemdiploma heb gehaald? Ja. Vond ik heel belangrijk dat oma dat nog wist. En ja, dat was een hele bijzondere, bizarre nacht eigenlijk. Dus ja, dat 20 jaar, dat gaat echt best wel snel. Maar goed. Ik heb gisteravond de eerste deel van de finale van het Perfecte Plaatje gekeken. Frits Sissing en Patrick Martens die gaan door. Dus dat is wel leuk. Vond Georgina ook niet fantastisch. Ik vond het prima dat zij weg moest. Dus volgende week is het echt degene, horen we dan wie er gewonnen heeft. Daarna heb ik eigenlijk de foto's verder bewerkt. Want die moest ik nog even afmaken. Toen heb ik mijn artikel geschreven en de vlog ingepland. Thumbnailtje gemaakt.
En toen ben ik de bodycard gaan kijken. Alleen dat duurde echt 1 uur en 20 minuten. Dus ik heb op een gegeven moment dacht ik, nou weet je, ik kijk hem morgen wel af. Want ik wilde nog even Witsen kijken. Die kans wordt zo laat. Dus dat heb ik, die ga ik dan vanavond even afkijken. Maar het was wel heel spannend. Dus ik ben wel op een heel spannend moment heb ik hem op pauze gezet. Ik vond het heel moeilijk. Maar ik dacht, nee, ik ga dat gewoon wel even doen. Ik ga zo even stofzuigen en eventjes een handwas aangooien. En dan ga ik alles klaarzetten om de video op te nemen. En daarna ga ik even bullet journalen. Dus dat is verder ook de planning. Was trouwens nog heel grappig. Heb ik helemaal niet meer verteld. Ik had maandag een video gebeld met mijn moeder Nathalie en Lente. En op een gegeven moment komt Tijgertje in beeld. Dus Lente ziet haar. En eerder ging ze ook nog wel eens zwaaien. Maar ze had er niet zoveel zin in. En toen kwam Tijgertje later weer in beeld. Zegt ze, alweer? Ze gaat steeds meer praten. Ik ben zo benieuwd ook wat ze allemaal gaat doen met kerst als ik er zie. Ja, superleuk. Dus ja, dat was het eigenlijk ook allemaal een beetje. Ik ga eventjes stofzuigen en dan ga ik alles even klaarmaken voor de video. Dan kan ik die mooi eventjes opnemen en dan zet ik jullie bij het bullet journal er gewoon even bij. Dus dat is voor nu even de planning. Het is buiten weer heel erg mistig. Dus ja, het is... Ja, ik denk dat het wel weer vroeg donker gaat zijn. Maar goed, ik ga eventjes wat doen. Van vakje 16. Breder. Ik voel best wel zwaar aan. Ah, een poedertje. Een fixing powder. Dit is gewoon een translucent. Translucent. Gewoon een witte. Ik wil zeggen dat hij heel goed verpakt is. Want kijk, hij zit ook nog hierin. Dat hebben ze echt wel heel erg goed gedaan. Wat een schattig formaatje. Heel leuk. Een M er ook in. Er zit 6 gram in. Nou, ik vind hem hartstikke leuk. Ja, tot nu toe vind ik het echt een hele leuke kalender. Ik denk dat ik het volgend jaar zeker ook weer ga doen. Want ik merk toch dat ik het wel heel erg leuk vind. Na aanloop van de kerst. Dat je toch, ja, elke dag een vakje kan openmaken. Ik heb vorig jaar dat niet gedaan. 2 jaar terug wel. Nou, ik vind het echt super leuk. En deze kalender was €12,95. Dus helemaal niet zo heel erg duur. Ik heb de video opgenomen, ging op zich wel lekker. Ik hoop dat het ook, dat het nu niet zo weer kaast in mijn bril met die lamp. Dus ik heb daar wel heel erg mijn best voor gedaan. Nou, even lekker bullet journal, want ik moet alleen even wat blaadjes bijmaken. Want ik heb nu geen achtergrondjes meer. Ja, ik heb er nog wel een paar, maar er staan een cadeautjes op. Dat vind ik dan voor een verjaardag leuk. En ik heb er eentje met de kerst, dus die moet ik nog even bijmaken. Maar dat kan ik misschien morgen wel even doen. Verder... Ja, op zich wel een rustig middag. Ik heb even de was uit de droger gehaald van gisteren. Want dan kon ik die handwas trissen. Die is nou ook al klaar. Die had ik er ook even in gedaan. Dus dat was op zich allemaal wel top. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan is het straks eten, douchen. Vanavond goede tijden. Je hebt meester Frank Visser doet uitspraak. En daarna heb je Alberto Stegeman. Undercover in Nederland. Vind ik ook wel weer een mooie uitzending.
Ik moet de foto's bewerken voor het artikel van morgen. En ik moet eventjes. Ik wil misschien alvast even de thumbnail maken. Ook voor de video op zaterdag. Gewoon even alvast wat in het voren doen. En ik wil, ga sowieso natuurlijk de bodycard afkijken. En dan ga ik daarna even kijken wat voor serie ik erbij pak. Ik hoop eigenlijk dat ik nog even een korte serie kan pakken. Dat ik dan. Dinsdag is dat, geloof ik. Is dat dinsdag? Maandag zou dan, geloof ik, volgens mij begint maandag dan Nieuw Amsterdam op Videoland. En het goede nieuws is, seizoen 4 is vanaf 4 januari te zien op Net 5. Dus ik heb het al gelijk genoteerd, want dan ga ik het gelijk opnemen, want anders duurt het me weer veel te lang. Dus dat heb ik al even opgeschreven. Dat zag ik van de week langskomen. Dus ja, dat is verder de planning. En vanavond heb ik dan nog Witse ook om te kijken. En ik weet nog niet welke nieuwe serie ik ga starten. Ik heb echt werkelijk waar nog geen idee. Dus dat ga ik nog wel even uitzoeken. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen, ja, tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 17 december. Ik ben klaargemaakt. Ik had gisteravond een heel groot probleem. Het probleem was dat mijn wc weer verstopt was. En ik dacht alleen maar, shit. Ik moet even een appje beantwoorden, dan praat ik verder. Mijn toilet die was dus weer verstopt. En nou, de vorige keer, vorige week, hielp het door die ontstopper erin te gieten. Had ik nu weer gedaan, heet water erop. En het zakte wel wat, maar het probleem werd niet verholpen. En mijn moeder was daar al bang voor. Die zei, volgens mij heb je het probleem alleen maar verplaatst. Ja, dus op een gegeven moment heb ik maar gewoon even een zakje opgehangen waar toiletpapier in kon. Want ja, ik kon niet doortrekken. Ja, mijn wc stroomde helemaal vol. En nou, ik baalde er heel erg van. Ik wist eigenlijk niet meer wat ik eraan moest doen. En ik was met de wc-borstel in de weer geweest. En op een gegeven moment ben ik toch weer gaan googelen. En daar kom ik me toch een tip tegen met filmpje. Die man die deed gewoon een pedaalemmerzak om zijn toiletborstel. En daar ging hij mee in zijn toilet heen en weer. Want dat blijkt een soort vacuüm te trekken. Het werkt eigenlijk hetzelfde als een ontstopper op zo'n stok. Maar ja, die heb ik niet. En bij die man werkte dat. Ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen, weet je. Baat het niet, dan schaadt het niet. En ja, het werkte gewoon. Dus gewoon een pedaalemmerzak om je toiletborstel doen. En dan in je toilet bewegen. En ik hoorde het weglopen. Ik hoorde hem weer goed doorspoelen. Ik dacht, wat? Wat goed. Want ja, ik zat al te denken, dan moet ik de woningbouw bellen. Maar ja, als ik die bel, die komen niet meer voor het weekend. Weet je wel? Dus ja, ik moet toch voor van het weekend mijn wc ontstopt hebben. Anders kan ik niet eens naar het toilet. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dat was weer verholpen, gelukkig. Ik heb gisteravond meester Frank Visser gekeken. En daarna Alberto Stegeman, die werd helaas bij zijn allerlaatste confrontatie van dit seizoen, want het was alweer de laatste aflevering, duurt nooit zo heel lang, ontmaskerd. Want die man had door dat hij het was, hij had door dat hij een masker droeg, want hij was weer als zijn alter ego Jacques ten Katen. Dus toen heeft hij hem uiteindelijk telefonisch geconfronteerd. Maar dat ging niet helemaal goed. Ik heb mijn foto's bewerkt, ik heb zelfs nog een artikel, persbericht heb ik klaargezet. Dus wat dat betreft allemaal ging dat wel weer goed. Toen ben ik de bodycard af gaan kijken. Heel spannend einde. Echt een aanrader deze serie. En ben ik ook met een nieuwe serie begonnen. Maar daar ben ik de naam even van vergeten. Dus dat weet ik zo even niet. En dan heb ik Witse gekeken. En dat was het ook. Dus ik heb kerstkaartjes gehad. Superleuk. Die ga ik zo gelijk ook even ophangen. Allereerst deze van mijn moeder. Hoe leuk met egeltjes erop. Ik vind hem echt heel erg leuk. Die ga ik straks eventjes daar ophangen. Ik heb deze van Nathalie, Frank en Lente gekregen. En ik had er nog eentje van mijn vader. En dat is deze. Dus super leuk. Dan had ik ook een heel erg leuk pakketje binnen gehad van een van jullie. Had ze al gezegd dat ze wat ging opsturen. Ik kan wel even een paar dingen laten zien. Ze heeft ook heel veel dingen in envelopjes gedaan. Dus het was ook echt een hele leuke verrassing om het open te maken. Er zaten allemaal leuke plaatjes en zo bij. Heel mooi. Maar ook bijvoorbeeld deze hele leuke stickertjes met tekkeltjes zaten erin. En steentjes, decoratiesteentjes.
Van die leuke papierclipjes zaten erin. En ook nog zelfs clearstems zaten erin. En ja, voor de rest waren het gewoon ja, een heleboel leuke ja, knipseltjes en zo. Dat is een beetje lastig om te laten zien, maar echt super leuk. Maar ik heb al een berichtje naar haar gestuurd. Dat is super leuk. Dan heb ik ook nog een pakketje binnen gehad, want die had ik even besteld. Ik ga even kijken of ik die open kan krijgen. En dat is dit. Dat is een koord voor aan je telefoon. En ik zal, ik ga het morgen even bevestigen. Dan zal ik morgen even laten zien hoe het in zijn werk gaat. Maar dit kun je gewoon bevestigen aan elk telefoonhoesje. Dus dat is niet dat je een hoesje hebt waar zo'n koord aan zit. Want dat is soms toch wel een beetje lastig. Maar ik merk dat ik zelf zo'n koord mis. Want ik had het bij mijn vorige telefoon aan een hoesje hangen. En ik merk gewoon dat ik het mis. Omdat ik gewoon ja, het heel vervelend vind. Maar ik zal morgen wel even uitgebreid laten zien hoe het dan in zijn werking gaat. Ik ga de kerstkaarten ophangen. Dan ga ik een was bij elkaar rapen. En dan ga ik eventjes de laatste video van dit jaar opnemen. Natuurlijk moet ik volgende week nog gewoon de video die op eerste kerstdag online komt opnemen. Maar dan ben ik verder wel rond met de video's. Want daar heb ik nu nog mooi tijd voor. De volgende week is het weer druk met de schoonmaak. Ik ga eventjes een was erin doen. Dus ja, ik ga even wat dingen doen. Ik ga de kerstkaartjes even ophangen. En ik kwam dus heel leuk. Ja, deze kerstspullen hebben dus allemaal nog bij mijn oma gestaan. Die heb ik dan vorig jaar opgehaald. Daar heb ik toen niet echt naar gekeken. Maar toen kwam ik dus deze clips tegen waar je je kerstkaarten mee op kan hangen. Dus die gebruik ik nu. Dus ja, ik ga even wat dingen doen en dan straks eventjes filmen. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu de planning. Het is zo'n dingetje voor je kwasten schoon te maken. Ik heb er zelf wel eentje, maar die is op zich ook alweer een keer aan vervanging toe. Dus ja, echt super, super leuk. Had ik niet verwacht dat dit erin zou zitten. Heel erg leuk. Nou, ik heb, zoals jullie hebben kunnen zien, de kerstkaartjes opgehangen. Was bij elkaar geraapt. Ik heb even lekker gebullet journaled. Ik heb nu de eerste pagina van de doodles af. Ik ben tot en met 20 december nu klaar. Dus die heb ik ook al netjes in de map gestopt. Want ik kan het ook niet meer zo kreuken. De katten hebben net lekker gegeten. Muis zit nog de laatste blokjes van Mickey op te eten. Daar ben ik iets minder blij mee. Want Muis die heeft de laatste dagen best wel dat ze het snel uitspuugt. Dus ik hoop dat het goed gaat. Maar ja, de video heb ik ook op kunnen nemen. De laatste video van 2021. Dus wat dat betreft heb ik wel lekker vooruit gewerkt. Ik ga zo lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en lekker eten. Vanavond heb je de finale van de Mask Singer. Dus daar heb ik wel zin in. Daarna heb je helaas niet veel op televisie. Wat ik leuk vind. Maar dan kan ik mooi de video in elkaar gaan zetten. Kan ik even mijn artikel schrijven. Zal ik het laatste deel van Home Alone wel even zien, want je hebt vanavond deel 2. Ja, ik vind het nog steeds stom dat je dat echt, dat ze dat zo vroeg in december al doen, weet je. Ik vind dat leuk met kerst, maar nou ja, het is niet anders. Ik ga sowieso verder met die Netflix-serie waar ik mee ben begonnen. Ik zal hopelijk vanavond even de naam onthouden dat ik het morgen kan vertellen. Ik ga Salamander kijken. Ik heb nu de laatste twee afleveringen, dus die zijn ook wel heel erg spannend, denk ik. En dat is het ook wel. Vanavond, ik ben ook een heel leuk boek aan het lezen. Kan ik me ook wel weer op verheugen om die lekker te gaan lezen.
Maar in ieder geval vanavond is de finale van de Mask Singer. Ik hoop eigenlijk dat de giraf wint. Ja, ik ben toch wel voor de giraf, denk ik. Ik vind het pak gewoon leuk. Dus daar ben ik, dat hoop ik eigenlijk. Dus dat wordt weer gezellig in de groepsapp. Lekker met elkaar praten. En dan, ja, kijken wie er gaat winnen. Dus daar heb ik wel zin in. Dus dat wordt verder de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer, meer doen. Het is donker buiten. De lampjes zijn aan. Dus ja, ik ga even lekker relaxen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 18 december. Ik ben klaargemaakt en ik werd wakker en mijn groepsapp stond vol. We krijgen vanavond de persconferentie. Nou, toen wist ik ergens wel een beetje hoe laat het was. Ik zat gisteren aan het Hart van Nederland te kijken en er werd al in verteld dat het OMT heeft geadviseerd om een harde lockdown in te voeren. Ik hoorde zelfs dat Van Dissel aanwezig zal zijn bij de persconferentie vanavond. Dat is natuurlijk ook nog nooit gebeurd. Ja, en dit heeft dan weer alles te maken met die Omicron variant, wat ik begrijp. Want het kabinet heeft nu ook iets, een soort kerstvakantie of zo. In ieder geval, dat moesten ze onderbreken. Maar het was ook niet duidelijk of ze dus vandaag al met maatregelen zouden komen of dat het na het weekend zou gebeuren. Dus het gebeurt toch vandaag. Ja, ik denk dan, maar ik krijg ook al weken geen melding meer van de cijfers. Dus hoe de cijfers er precies voor staan, weet ik niet. Afgelopen dinsdag kwam het ook niet echt naar voren. Ja, het stond er niet heel goed voor, maar het was ook niet daadwerkelijk verslechterd. Dus ik ben ergens ook wel een beetje verrast dat er nou toch waarschijnlijk weer een lockdown komt. Maar goed, we weten het nog niet zeker natuurlijk, want het wordt vanavond bekendgemaakt. Dus dat zien we vanavond wel. Gisteravond was de finale van de Mask Singer. En het was niet heel verrassend. Ik had ze allemaal wel goed. Het duurde alleen heel erg lang. Want ze hadden tussendoor project Glimlach voor een kind. En het is een hartstikke mooi project. Alleen dat doen ze dan tussen een programma door. En dan gaat mijn aandacht verzwakt een beetje, zeg maar, bij het programma. Omdat je tussendoor steeds dat soort beelden hebt. Nou ja, ik denk dat de giraf misschien wel de verrassing van de avond was. De jury had het niet goed en ik begon op een gegeven moment te horen wie het was. De hints kon ik niks mee, dan gaan ze later de hints uitleggen. Dan denk ik van ja, ja, inderdaad, als je het zo ziet snap ik het wel. Maar ik begon het op een gegeven moment te horen. Dus ik zei een paar weken terug, zei ik al, ik kan nu wel vertellen wie erin zat. Ik zeg volgens mij is Tycho Gernand. Nou ja, mijn moeder en Natie hadden een andere naam. Toen ging het masker af en toen was het inderdaad Tycho Gernand. Ik had wel zoiets, volgens mij moet het iemand zijn die heel druk is. Nou weet ik niet of Tycho Gernand ADHD heeft, maar het is wel een druk persoon. Maar ik wist ook niet dat hij zo goed Frans kon, want dat kan hij dus. Emma Heesters was de krokodil. Sander de Bousonnier was de haai. Dat begon je op een gegeven moment ook te horen. En de winnaar was Cupido en dat was Jamai. En die was echt overduidelijk te horen. Dus, maar het was wel heel leuk. Maar ja, het duurde dus wel heel erg lang. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Ik heb mijn artikel geschreven. Toen ben ik Netflix gaan kijken. En daarna had ik Salamander. Vanavond de allerlaatste aflevering. Het was super spannend. Eindigde het ook. En dan baal je dat het afgelopen is. Dus dat ga ik vanavond afkijken. Dus ja, op zich een prima avondje. Ik ga zometeen even een handwas doen. Want ik wil ook eventjes mijn nieuwe pyjama's wassen. Ik moet even een was wegvouwen. Want die zit nog in de droger. Ga ik dat even in een boodschappentas doen. Want dan kan ik het makkelijker naar boven dragen. In plaats van dat ik het steeds met de wasmand naar boven draag. En ik moet even mijn kwasten wassen. En ik laat natuurlijk nog eventjes dat... dat koordje zien wat ik gisteren heb gekocht voor mijn telefoon. Of binnen heb gekregen moet ik zeggen. Dus dat is voor nu even de planning. En ik ga daarna gewoon nog even bullet journalen. Ik ga jullie bij de wasopvouwer even bijzetten. En ik laat natuurlijk ook eventjes dat koordje. Dat gaan we dan eventjes samen doen. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga die handwas even aandoen. En ja, dan ga ik hier even stofzuigen en zo. En dan ja, gaan we even wat doen.
dat dingetje. Die zou ik dus even laten zien. Ik zal hem even openmaken. Kijk, je hebt hier een dingetje. Die kun je eigenlijk vastplakken in je hoesje. Nou ga ik dat niet doen, want dan kan ik hem niet meer voor een ander hoesje gebruiken. Kun je deze zo loshalen. Dan heb je dus hier het koord. En de bedoeling is dan dat je deze in je telefoonhoesje doet. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Kijk, en dan kun je hem eigenlijk zo gewoon bevestigen. Ik moet hem eigenlijk andersom doen, zie ik nu. Want ik heb nu, denk ik, maakt het op zich niet heel veel uit. Je ziet nu wel dit. Op zich maakt het niet heel veel uit. Maar zo kun je hem dus in elk hoesje neerdoen. En dan kun je hem dus zo, kun je deze naar beneden doen. En dan kun je hem dus zo om je nek doen. Of net hoe je hem wilt hebben, dus... Ja, wel heel handig. Ik ga het snoer er nu even afhalen, want die heb ik nu niet nodig. Als ik dan wegga, dan kan ik hem dus heel makkelijk zo even afhalen. En dan kan ik hem dus heel makkelijk zo om mijn nek doen. Dus daar ben ik heel blij mee. En je openingetje blijft gewoon goed, dus je kunt gewoon even goed blijven opladen. Tijd voor vakje nummer 18. Een lang doosje. En wat zit erin? Even kijken hoor. Oogpotloodje zit erin. Super leuk. Er zit ook een sponsje aan de achterkant, zodat je hem kunt uitvervagen. Heel leuk. Wel grappig dat ze zo'n groot doosje pakken voor zo'n klein product. Maar ik vind hem hartstikke leuk. Super leuk weer. Ik had het gisteren eigenlijk helemaal niet meer verteld. Ja, ik heb een steek in mijn zij. Ik had een kerstbal gewonnen met Bob. Dat is, ja, weet je wel, gewoon dat je de Bob bent. En, auw, ik had daarop gereageerd. En ik had een kerstbal gewonnen via Facebook. Dat was superleuk. Dus, ja, misschien dat hij nog voor de kerst komt en anders na de kerst of zo. Maar dat was wel superleuk. Nou, de was die staat boven. Die moet ik nog wel in de kast werken. Ik heb nog weer het een en het ander opgeruimd. De kwasten zijn weer schoon. Ik heb de voorkant voor de bullet journal af van december. Die heb ik ook weer bijgewerkt. Dus op zich wel lekker. Lekker middagje gehad. Ik heb nog wel wat was. Die moet nog opgevouwen worden. Maar nou ja, dat kan ik ook eventueel bij de televisie nog wel doen. En dan kan dat ook mooi weer de kast in. Staat hij nou weer te knipperen? Ja. Ik ga hem eerst op een andere stand zetten. Dat irriteert me zo, jongens. Straks even bellen met mijn moeder en Lente, want Lente logeert. Oh, is wel heel erg disco. Ja, ik geloof die zo goed is. Die logeert bij mijn moeder gezellig, een nachtje. Dus die ging even gezellig boodschapjes doen. Dus het is wel even leuk om nog eventjes te bellen straks. Ja, vanavond natuurlijk de persconferentie ga ik wel kijken. Verder vanavond... Ga ik een witse kijken. En dan heb je de top 4000 quiz. Dat vind ik wel weer leuk. Ook de laatste keer volgens mij. Want het komt maar 3 keer. Dat vind ik wel heel leuk. En ik ga sowieso de vlog al tot en met vandaag proberen te editen. Even kijken. Misschien nog wat aan wat berichten doen. Ik ga even kijken. En daarna ga ik Netflix kijken. En heb ik de laatste aflevering van Salamander. Dus dat is ook weer spannend. Als het goed is heb ik vanavond ook mijn boek alweer uit. Dat gaat ook wel weer lekker hard. Dus ik heb er, ja, op zich wordt het wel gewoon een lekker avondje. Dus niks op aan te merken. Maar goed, wat ik zo heb gelezen is dat de lockdown wordt aangekondigd. Dat die morgen ingaat. Maar goed, dat moeten we vanavond maar eventjes horen.
Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag, het is 19 december. Ik zit voor de buis. Feyenoord-Ajax, altijd spannend. Ik vind dat toch altijd wel de spannende wedstrijden die er zijn. En hij is niet op de zender die ik heb, dus ik heb nu de stream aanstaan. Ik heb heel veel reclame in beeld, zoals je kan zien. Op mij gaat het niet echt lekker. Ik heb heel veel reclame in beeld. Het is ook super mistig daar. Dus we spelen in Rotterdam. Maar Ajax, kom op. Jullie moeten dit winnen. Dit zijn de wedstrijden waar ik de spanning bij heb. Maar het zijn ook wel wedstrijden waar je naar uitkijkt. Ja, de persconferentie gisteravond. Zoals we al wisten, lockdown natuurlijk. Super zuur voor de mensen die nog even naar de kapper wilden voor de kerst. Of even hun nagels wilden laten doen. Winkels weer dicht. Ze mogen dan wel click and collect doen. Je mag niet meer sporten. Ja, je mag gewoon weer niks. Ik vond wel heel duidelijk uitgelegd nu met Van Dissel erbij. Die legde het wel heel goed uit, moet ik zeggen. Niks op aan te merken. Het werd me wel heel duidelijk. Ja, we weten eigenlijk niet precies voor hoe lang het is. Hij is nu tot 14 januari afgegeven. Maar als Omicron toch minder dominant lijkt te zijn als dat ze nu denken, kan het ook verkort worden. We weten het niet. Ik heb heel veel boze reacties gelezen. Ja, ik vind het vooral heel treurig. Het is niet dat ik boos ben of meer teleurgesteld, denk ik, dat we nou toch weer hiermee te maken hebben. Ik krijg inmiddels een melding binnen van nu dat de derby begonnen is. Dus ja, ik voel wel weer de druk ook dat ze nu weer zeggen van ja, eigenlijk moet je toch echt je booster gaan nemen en zo. Dan denk ik van ja, we blijven wel aan de gang, weet je wel. Dat nu je eigen vaccinatie waarschijnlijk weer niet bestand is tegen Omicron. En dan denk ik ja, maar hoeveel soorten gaan we nog krijgen? Dus dat, ja, is allemaal wel een beetje dubbel. Gisteravond even gevideobeld met mijn moeder en Lente. Dat was ook wel weer heel leuk. Lente die blijft nog een nachtje logeren. Dus mijn moeder heeft extra lang om te genieten van Lente. Lente was weer erg schattig kusjes aan het geven aan mij. Dus ik was weer helemaal populair bij die kleine lieverd. Ik heb ook echt heel veel zin om de volgende week te zien. Ik ben wel blij dat we met kerst gewoon met 4 mensen bij elkaar mogen zijn. Want ja, het is nu eigenlijk mag je nog maar 2 mensen ontvangen. Maar dan met de feestdagen hebben ze het wel naar 4 mensen verplaatst. Dat is dan nog op zich positief. Maar ja, het is natuurlijk wel heel flauw als je een best wel groot gezin hebt en je kinderen zijn uit huis, dat je ze niet allemaal kunt ontvangen. Dus dat is natuurlijk wel heel zuur. Maar ja, ik denk het is wat het is en we moeten maar gewoon doen met de regels die er nu zijn. Ja, het is niet anders. Ik denk dat boos worden en zo ook niet echt helpt. Dus ja, het is allemaal gekkig. Gisteravond heb ik even Witsen gekeken en daarna de muziekquiz. Dat was wel weer heel erg leuk. Ik heb de vlog al af tot gisteren en ik heb Netflix gekeken naar de laatste aflevering van Salamander. Die was wel heel spannend, maar had een vreemd einde. Dus het had gekund dat er nog een seizoen bij aangekomen was, maar dat hebben ze nooit gedaan. Dus ik denk ook niet meer dat het gaat komen, want dit seizoen is al van 2018. Dus ik denk niet dat we nog een seizoen gaan krijgen. Maar goed. Ik ga zo wel even de groente afhalen. Ik moet sowieso gewoon foto's maken. Ja, dan ga ik genieten van de wedstrijd, hoop ik. Ja, het kan de goede kant op gaan of de slechte kant. Als de slechte kant op gaat, dan ben ik niet echt te genieten hier. Maar goed, daar hebben jullie gelukkig geen last van. Ik laat jullie straks even de foto's per zien. En dan ga ik eventjes mijn dingetjes doen en genieten van deze wedstrijd. Dus dat is de planning. Zo, ik heb even fotospullen gepakt. Die ga ik even laten zien. Ik ga deze mascara van Rimmel fotograferen. Dit is de Wow Wings. Ik ben heel erg benieuwd naar. Dan heb ik een Eye Control Matte Fixing Spray van Catrice. Dan heb ik hier een aantal producten uit een trendeditie van Essence. Dit is de Wish Upon a Star. Dan heb ik hier dit oogschaduwpalette. Die heel mooi is, ook velvet. Dus daar kan denk ik wel een mooie kerstlook mee gemaakt worden. Ik heb deze Soft Body Shimer Dry Oil. Dat is leuke shimers voor op je lichaam. Deze Beauty Slip Pillow Mist. Die kun je dus op je kussen spuiten. Ik heb hier een Pro Reacting Lip Glow. Die geeft dus de kleur weer van je lippen.
En ik heb hier nog nagelstickertjes en een hele fijne lippenbalsem. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Dan is dat ook mooi klaar. Ajax staat voor, dus ja, ik ben wel blij. Tijd voor vakje nummer 19. Breed doosje weer. Oh, wat leuk. Het is een oogpotloodje. Maar kijk, een heel erg mooi kleurtje. Echt wel heel erg kerstig vind ik met dat goud. Heel leuk. Heel leuk oogpotloodje. Het is wel eentje die je zelf moet slijpen, maar dat maakt op zich niet uit. Maar ik vind de kleur zo leuk. Ja, ik vind hem echt wel bij de kerst passen. Ja, ik vind die kalender zo leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hebben jullie een adventskalender gedaan? Of heb je er misschien niet zoveel mee? Dat kan natuurlijk ook. Ik heb er in ieder geval, ik geniet er wel heel erg van. Maar het gaat nu wel heel erg hard. Het is nu echt bijna voorbij. Dat vind ik dan ook wel weer jammer. Maar ja, het hoort er ook weer bij. Ik ben blij. We hebben gewonnen. Was het de spannendste wedstrijd? Nee, zeer zeker niet. Ik heb echt wel spannende wedstrijden gezien. En ja, het was wat dat betreft wel een beetje saaiig. Er zijn wel eens derbies geweest waar je gewoon echt op het puntje van je stoel zat. En dat had ik nu niet. We hebben dan uiteindelijk met 2-0 gewonnen. Dus ik ben natuurlijk wel heel erg blij. Maar ik denk wel dat er misschien meer te halen viel. Maar ze hadden het beide gewoon heel erg moeilijk volgens mij. Maar ja, we hebben gewonnen en we scoorden en ik stond te springen in huis en ik dacht, yeah, yeah. Maar goed dat er niemand bij was die dat heeft gezien, want het zag er waarschijnlijk heel erg raar uit. Maar ik was wel heel erg blij. Waar ik ook heel erg blij om ben, is dat ik mijn kerstcadeautjes dus toch nog op tijd heb binnengehaald. Dat ik alles toch al binnen had. Ik denk dat je daar dan toch wel weer van leert, zoals van vorig jaar zeg maar. Dat je, ja, dan vorig jaar was ik eigenlijk best wel laat. Toen kwam de lockdown natuurlijk ook heel onverwacht. Ja, nu ook. Ja, nu heb ik het gelukkig wel binnen. Dus het zou zo naar zijn als iemand, als je loodje dan geen cadeautjes heeft, zeg maar, omdat je dat niet meer hebt kunnen halen. Dat zou ik wel heel erg nagevonden hebben, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker warm douchen. Ik had de verwarming vanmiddag al een beetje op tijd aan, want ik vond het koud. Dus ik had die even op 18 gezet en het taartje zat ook gelijk erbij, dus dat is wel lekker. Ik ga vanavond sowieso een witse kijken. Verder is er niet zo heel veel. Ik ga mijn nagels doen. Ik ga foto's bewerken. Ik ga Videoland kijken. En vanavond is natuurlijk ook weer tijd voor Undercover. Dus daar heb ik ook wel weer zin in. Vooral naar vorige week het einde wat zo spannend was. Ja, dat is eigenlijk de planning. Ik heb de groentes afgehaald. Ik heb vlees ik had gehakt gekocht. Dat heb ik gedraaid. En heb ik van het overige gehakt kleine gehaktballetjes gemaakt. Voor in een soepje. Maar dan moeten er eigenlijk nog wel een paar bij. Want het zijn best wel een beetje weinig gehaktballetjes. En in de soep moeten wel veel gehaktballetjes, vind ik. Maar dat maakt niet uit. Ik heb nog wel restjes in de vriezer. Zou ik altijd nog even bij kunnen draaien. Dus ja, op zich eigenlijk wel weer een lekker middagje. Wel weer van genoten. Ik heb niet echt meer wat gedaan aan het opruimen. Maar ja, dat kwam nu natuurlijk omdat ik ook graag Ajax wilde zien. Dus ja, volgend weekend is natuurlijk, nou ja, van de week ga ik nog wel wat doen. Het komt wel goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Lekker relaxen, straks eten en dan gewoon mijn ritueeltje. Dus ik moet wel een nieuw boek beginnen vandaag, want ik had mijn boek uit. Maar goed, ik ga bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag, het is 20 december. Ik ben klaargemaakt. Gisteravond, ik heb een livestream zitten kijken van Frank. Frank appte mij op een gegeven moment, heb jij... Of ik een bepaalde, hij noemde een woord, Twitch of zo heette dat. En of ik dat had. Dus ik zei nee. Hij zegt, oh jammer, want ik wilde wat leuks doen voor Nathalie en voor jou. Dus ik zeg, ja, maar wat is het dan? Hij zegt, ja, live streamingdienst. Dus ik zeg, nou kan ik een account aanmaken dan? Ja, zegt hij, dat is helemaal gratis. Ik zeg, oh, maak wel even een account aan. Hij was helemaal blij. En toen kon ik hem volgen en dan ging hij dan live. Hij doet het ook wel eens op YouTube, maar nu had hij dit ontdekt. Maar ik kon hem op YouTube niet meer vinden, want hij had zijn naam veranderd. Nou, ik had dat gedaan en toen ging hij een heel mooi spel spelen. Ik weet niet hoe het heet, maar het was ja, heel mooi gemaakt, dat spel.
Er waren twee delen van, maar hij speelde nu deel 2. En dan kan je dus gewoon chatten en dan kan hij dat beantwoorden, die dingetjes die je dan zegt. Dus dat was wel heel erg leuk. Het was wel even leuk. We zaten geloof ik met z'n drieën in de chat, dus dat was wel grappig. Een goede vriend van Frank zat erin, Nati zat erin en ik zat erin. Dus het was wel heel grappig. Hij vond het dan helemaal leuk dat je ging kijken. Ik heb witsen gekeken. Ik heb ondertussen ook mijn nagels gedaan. Ja, het is een oranje kleurtje. Ik ga voor de kerst nog wat anders doen hoor. Maar ja, ik heb nu eventjes deze gedaan. En dit is de kleur 02 Burly Coral. Maar ik vind hem wel heel leuk. En hier zou je dus ook sterkere nagels van krijgen. Hardere nagels in een week. Dus nou, ik ben heel erg benieuwd of dat ook werkt. Maar ik vind de kleur in ieder geval wel heel erg mooi. Ik heb foto's bewerkt. Ik moest zelfs nog een paar nieuwe maken. Dat heb ik ook gedaan. Volgens mij moet ik nog even één fotootje bijwerken, maar dat komt wel goed. En toen ben ik Netflix gaan kijken en ook natuurlijk Undercover. Was weer super spannend deze aflevering. Zit dan toch weer anders in elkaar als dat je in eerste instantie denkt, maar het was een hele spannende uitzending. Super leuk. Nou, ik ben een nieuw boek begonnen, maar die heb ik ook alweer bijna uit. Want het was zeg maar een boek van 71 bladzijden. Dus ja, daar ben ik zo doorheen. Dus dan moet ik vanavond ook al wel weer een andere pakken, maar dat geeft niet. Genoeg boeken om te lezen op mijn e-reader. Ik ga zo meteen hier even aan de schoonmaak. Ik ga de bakken doen van de katten en de gang. Ik moet nu even alles grondig doen. Ik ga ook vast even kleding en zo pakken voor morgen. Want ik ga toch morgen boodschappen doen. Mijn coach wist niet of ze het vandaag of morgen wilde doen. Dus zei ze, had ze toch geappt, het wordt morgen, want ik red het vandaag niet. Nou prima, dan kan ik vandaag gewoon een schoonmaak doen. Ik ben ook blij dat ik nu de douche en zo weer kan doen. Want ja, naar die ontstopping van de week vind ik het dan toch wel weer fijn als alles weer eventjes helemaal schoon is. Dus dat ga ik sowieso doen. Ik heb gisteren blaadjes gemaakt voor mijn bullet journal. En dat heb ik voor jullie gefilmd. Dus ik zal die beelden zo meteen eventjes laten zien. Dan, ja, dat schoonmaken wordt voor jullie ook een beetje saai. Elke week hetzelfde. Dus dat heb ik gedaan. Dus dan kan ik jullie dat eventjes laten zien. Dus ja, dat was het verder ook. Verder niet eigenlijk heel erg veel te melden. Ik ga zo even naar buiten. Want ik ga de vuilniszak wegdoen. En het kattengrit. En ik zie er een beetje tegenop. Want volgens mij is het best wel koud. Maar komt vast goed. Dus ja, ik ga eventjes lekker aan de gang. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Alweer tijd voor vakje nummer 20. En 20 zit hier. Heel benieuwd. Ah, een puntenslijpertje. Dat is ook altijd handig natuurlijk om je potloodjes te slijpen. En ik ga ervan uit dat dit ook echt wel een cosmetica slijpertje is, want ik zeg altijd, slijp eigenlijk nooit je oogpotloden met gewoon een puntenslijper waar je je tekenpotloden mee slijpt. Maar neem inderdaad echt een puntenslijpertje voor cosmetica. Die kun je ook gewoon bij het kruidvat kopen. Maar dat is wel belangrijk. Ik ben in ieder geval lekker klaar. Daar ben ik wel heel blij om. Want ja, op zich was het niet heel veel werk. Maar ja, alles moest nu even weer van zijn plek af. En ja, ik merkte toch wel dat die wc toch echt wel een opdater heeft gehad met die verstopping. Maar goed, het is nu lekker klaar. Het is lekker weer schoon. Ik heb er ook maar even zo'n nieuwe verfrisser in gehangen. Ik heb dat ding opgemaakt dat ik toen bij de Aldi had gehaald. Maar dat zou ik niet weer kopen, want ik vind het eigenlijk helemaal niks doen. Weet je wat, dat was zo'n, dan kreeg je een bloemetje in je wc. Nou, ik vond het helemaal niks. Ik heb er nu weer gewoon zo'n hanger in gehangen, want dat ruikt gewoon vaak veel frisser. Dus dat vind ik ook wel weer lekker. Ja, dus daar ben ik. Ben blij dat alles klaar is. Hun schone bakken en ja, alles is weer lekker fris. Dus daar word ik wel weer blij van. Ik ga zometeen even lekker relaxen. En dan ga ik straks douchen en dan eten.
Ik heb broccoli met gehaktbal en rostirondjes, dus wel lekker. Ja, er is vanavond niet heel veel televisie. Misschien dat ik even nog een Zeeman confronteert Stokers terugkijk, want ik heb er een aantal gemist. Dus eigenlijk wil ik dat nog wel even doen. En ik ga denk ik even een aflevering van De Verhulsjes kijken. Dat vind ik wel leuk. Die ben ik afgelopen vrijdag vergeten op te nemen. Maar gelukkig kan ik het ook terugkijken op Videoland. Dus dat is niet zo heel erg. Verder moet ik even een artikel schrijven en wil ik eigenlijk alvast de boekenvideo in elkaar zetten. Dan kan die deze week ook nog online komen, want ik heb voor volgende week ook nog een extra video. Dus wat dat betreft is er nog genoeg te doen. Ik ga sowieso Netflix kijken en vanavond heb je Witsen, dus ga ik Witsen kijken. Dus ja, dat wordt verder ook de avond. Nog even die laatste foto's afmaken, dan kan ik het artikel schrijven. Misschien dat mijn moeder Nathalie en Lente straks nog bellen. Lente was gisteren ook weer aan het videobellen met mij. Dan gaat ze helemaal lachen. Ze is zo sterk. Ze ging met kussens sjouwen. Nou, ik ben zo verbaasd hoe sterk zij is. Echt knap. Ja, zoveel zin in om haar met kerst weer te gaan zien. Ik hoop dat ik even haar mag knuffelen, want daar heb ik echt zin in. Maar als ze niet wil, dan houdt het op. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Was er eigenlijk nog iets wat ik wilde vertellen. Ik dacht er straks nog aan. Oh, dat had ik eigenlijk nog willen zeggen. En dan weet ik het eventjes niet meer. Maakt niet uit. Als ik er nog opkom, dan vertel ik het morgen wel. Dan moet ik het even opschrijven. Het zal niet heel belangrijk geweest zijn in ieder geval. Nou, bij deze tot morgen. Goedemiddag. Het is dinsdag. Het is 21 december. Ik ben klaargemaakt. Ik zat even met Nathalie te appen. Die vroeg of mijn handschoenen toevallig vandaag kwamen. Die ik had gewonnen van McDonald's. Toen zei ik nee. Oh, zegt ze, staan ze niet in de app? Zei ik nee, want zij kreeg vandaag waarschijnlijk haar sokken. Zij had sokken gewonnen. Toen zei ze, oh jammer. Dus ja, even afwachten. Ik weet ook nog niet wanneer mijn kerstbal komt. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik ga zo meteen boodschappen doen. Ik ga eventjes nog stofzuigen. Ik moet even kijken boven of ik nog koffie heb. En dan eventjes, dan kan ik even stofzuigen. Dan ben ik klaar voor de boodschappen. Muis zit eigenlijk te samen voor het raam. Ik zag ook dat er een stickertje gevallen was van het raam af. Als de zon erop komt, dan laten die stickertjes een beetje los. Want je doet het gewoon met water erop plakken. Dus die moet ik eigenlijk wel weer even terug opplakken. Voordat een van hun ermee aan de gaat. Ik zal even kijken of die er nog ligt. Denk ik wel. Maar ja, muis zit er nu natuurlijk voor. Ja, dus ik zal hem eventjes weghalen. Gisteravond heb ik een aflevering gekeken van Zeeman confronteert Stokers. Want ik had er dus eentje gemist. Ja, ik vond het toch wel leuk om die nog eventjes terug te kijken. Was ook wel een hele zielige aflevering. Het was een man die had brand gehad in zijn huis. En er was dus geld uitgekeerd om te verbouwen. En zijn aannemer was er met het geld vandoor gegaan. Dus ja, dat was allemaal wel heel triest. Maar Zeeman Thijs heeft een hele goede confrontatie kunnen doen. Maar hoe het verder was, dat weet ik niet. Maar volgens mij had hij heel veel geld binnengekregen van mensen die het verhaal zo zielig vonden. Dat hij daar geld voor had gekregen. Maar dat weet ik dus niet meer precies. Ik weet nog wel wat ik jullie nou wilde vertellen gisteren. Ik wilde dus zeggen dat het gisteren 3 jaar geleden was dat Nathalie en ik onze tattoo hadden laten zetten. Alweer 3 jaar, dat gaat echt zo hard. 2018 zijn we toen naar de tattoowinkel geweest. Of tattoo shop. Dus ik heb hem alweer 3 jaar. Dus nou, dat vond ik wel weer even een momentje. Ik heb ook nog even naar de Verhulsjes gekeken gisteravond. Dat vind ik ook zo leuk. Ja, het zit echt humor in. Ik kan er echt om lachen. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus dat vond ik ook wel eventjes leuk. Ik moet niezen. Oké, dat is niet zo lekker voor je mascara, want ik ga nu traanogen. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb even een video in elkaar gezet. De boekenvideo die komt morgen online. Maar goed, als jullie deze vlog zien, is die al dus online. En toen ben ik Netflix gaan kijken en daarna Witsen. Ik ben ook weer een nieuw boek gestart. Het was even zoeken van wat wil ik gaan lezen. Ik wist het niet zo goed. Maar deze zag er wel leuk uit. Ik heb wel vanochtend een oorbelletje uitgedaan. Want gisteren met koken, toen hoorde ik iets vallen. Toen keek ik op de grond en was mijn oorbelletje eruit gevallen. Dus dat betekent dat het achterkantje zat een beetje los op het oorbelletje.
En die had ik dus heel strak erop gedaan. Alleen dat is gaan irriteren met slapen. Want ik heb erop gelegen. Toen deed het vanochtend zozeer. Toen heb ik hem eruit gehaald. Dacht, nou, haal ze er wel eventjes uit. Doe ik ze er van de week wel weer in. Mijn voet slaapt. Dus dat eigenlijk. Verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ik moet nog even kijken boven of ik nog koffie heb. Want ik heb een lijstje voor de boodschappen. Want het zijn natuurlijk kerstboodschappen. Ik heb nog kerstcadeaus voor mezelf besteld. Ja, ik vind het dan toch leuk om ook nog een cadeautje te hebben. Op eerste kerstdag, tweede kerstdag hebben we cadeautjes bij mijn moeder onder de boom. Maar ik vond het wel leuk om voor mezelf ook nog wat te hebben. En als het goed is, komt dat morgen binnen. Maar dat leg ik dan onder de boom neer. Want dat ga ik dan eerste kerstdag pas uitpakken. Dus, nou, dat eigenlijk. Ik ga nu eventjes de stofzuiger er doorheen trekken. En even kijken of ik nog koffie heb en even wil drinken. En dan ga ik zo boodschappen doen. En dan zie ik jullie weer als ik terug thuis ben. Weer thuis. Ik was even bij Albert Heijn geweest. Dat hebben jullie kunnen zien, want daar heb ik een stukje gefilmd voor jullie. Maar ik heb alles wel binnen. En het was echt zo druk. Bij de Kruidvat moest ik even heen. Het was zo druk daar. Niet normaal. Maar ik zal jullie eventjes op het statief zetten, dat ik even de boodschapjes laten zien. Dan kan het ook de koelkast in en de vriezer, want er zitten wat dingen bij. Dus dat zal ik eventjes doen. De boodschapjes. Ik heb chocomel. Mini speklapjes voor de fondue. Ik moet alleen even kijken wanneer deze goed zijn. Oh, die kunnen gewoon in de koelkast, want er zit een lange houdbaarheidsdatum. Ik heb twee zakken patat meegenomen. Ik heb hier boontjes. Die waren in de aanbieding bij de Plus. Dan heb ik hier nog varkenslapjes, gemarineerde en gewoon. Wanneer waren deze goed? Tot de 25e. Ja, dat kan ook, want dat is de eerste kerstdag. En dan ga ik ze eten. De aardappelschijfjes weer. Kattenvoer. Hamburgers. Bakken en braden. En voor de fijne wasmiddel weer eventjes. Die gebruik ik altijd voor de handwas. Dan heb ik toiletpapier gekocht. Ik heb bij de Albert Heijn schnitzels gehaald. Die ga ik even in de vriezer stoppen, want die vind ik daar heel erg lekker. En ik kom daar niet zo vaak. Dus die kunnen mooi even in de vriezer. Champignons heb ik gehaald. Mondwater. Mini kipfilet. Tijgertje, wil je daar alsjeblieft mee ophouden? Ze zijn heel erg vervelend momenteel eventjes. Dan heb ik weer de spekreepjes. Ik had gelukkig een lijstje gemaakt. Ik heb even de allesreiniger meegenomen, want die vind ik zo lekker van de Albert Heijn, omdat ik er niet vaak kom. Twee keer zonnebloemolie voor de fondue. Slagroom. De donkere koffiepads voor mijn cappuccinootje. Mini slaafvinkjes. Ik heb ook nog vuilniszakken meegenomen. En de wc-taps, want die had ik opgemaakt. En ik had ze van de Action en die vond ik drama. En die van Lidl vind ik wel heel fijn.
Nou ja, we kunnen toch niet naar het echt doen. Ik maak het uit. Bij Albert Heijn kwam ik Harry Hamster tegen, dus Harry mocht mee. Ik vond Harry leuk. Na het veld was daar al in getagd, dus ik dacht ja, Harry mag onder de kerstboom zitten. Voor mijn opa heb ik ook zo'n foto geprint, want die had nog geen foto van mij. Ik dacht, nou, misschien wel leuk om ook een foto te geven. Met een lijstje erbij, dus die kan ik mooi inpakken. Even kijken, dan heb ik twee keer tabletten. De A6 compleet, want die waren bijna op het die tweede halve prijs. En wat ik ook tweede halve prijs had, dat was de conditioner. En ik heb de conditioner meegenomen, want ik kreeg van mijn moeder kreeg ik nog een shampoo. En ik heb zelf ook nog een shampoo staan. En daar kreeg ik gratis een spel bij. Het is een familiespel. Praat en daad. Het zijn met vragen. Dus ik dacht, ja, is wel leuk. Nou, weet ik niet of ik het heel veel zal gaan spelen, want ik ben natuurlijk weinig met mensen. Maar nou, ik vond het wel leuk. Is van Nicolette van Dam en Bas Smit. Dus dat waren alle boodschapjes. Ja, ik heb ook nog haricot. Die was ik bijna vergeten. Die zei ik voor maandag. Dus nou, dat waren dus echt alle boodschapjes. Tijd voor vakje 21. Die zit hier. Heel benieuwd. En dit is een eye primer. Leuk. Altijd handig voor onder je oogschaduw. Ja, ik vind die verpakking nog steeds al heel erg leuk. Het is ook weer een superleuk cadeautje. En nou hebben we nog ja, 3 cadeautjes te gaan. En dan is het alweer klaar. Maar ik vond het wel heel leuk in ieder geval. Dus ja, zeker weer een heel erg leuk cadeautje. Ook deze. Ik ga dit zo meteen eventjes opruimen. Dan ga ik straks even douchen. Wat ga ik verder? Nee. Dan eventjes eten. Vanavond heb je Zeeman confronteert Stokes, als het goed is. Ik weet niet waar ik mijn telefoon heb gelaten, anders kon ik het nog eventjes nakijken. Tijgertje, hou er eens even mee op. Zelfs eventjes in de tv-gids kijken. Toch wel even goed om te weten natuurlijk. Mijn broek zit te groot. Ik ben van je afgevallen, jongens. Even kijken hoor. Net 5. Ja, dat komt wel. Verder heb je eigenlijk niet heel veel. Dus ik weet niet of er verder nog wat is wat ik kan terugkijken. Maar moet ik maar even kijken. Ik moet de vlog afmaken. De video even voor morgen eventjes inplannen. Wat moet ik nog meer doen? Weet ik eventjes niet. Nee, dat is het volgens mij. En ik ga Netflix kijken en vanavond witsen. En dat wordt verder ook de planning. Dus niet heel erg bijzonder. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door het rondje met mijn gezicht te drukken. Het eigenlijk gaat helemaal los hier op de tas. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!